Je kan ook gewoon zometeen zeggen, ik zet Laam lekker in het centrum. Ja, wat maakt jou het uit? Ja, nee, dat gaan we niet doen. Dan Nee, gaan we, dat zou geen goede keuze zijn als coach. oké. Ja, Edson, we hebben jou gevraagd wat de beste 11 spelers zijn waarmee je hebt samengespeeld. Nou, met een carrière als Utrecht, Twente, natuurlijk Bayern München, Celtic, Lazio, Nederland zelf al. En nu vergeet ik er nog een paar, ik kan er heel veel op noemen. Moet je wel een aardig elftal kunnen maken. Laten we dus beginnen met de keeper. Wie is de beste keeper waarmee je ooit hebt gespeeld? De drie beste keepers, de keuze uit die drie moeten maken, is Michel Vorm. Ja. Daar ben ik mee opgegroeid in de jeugd van Utrecht. Mm-hmm. Dan kom ik ook bij Sander Bosker. Mm-hmm. Die vond ik ook een hele goede keeper. En bij het Nederlands elftal, Martin Stekelenburg. Ja. Die natuurlijk een geweldige keeper is. Mm-hmm. En dan denk ik toch dat ik voor Martin Stekelenburg ga. Snap ik, inderdaad. Ja. Uit die drie die je net opnoemt is hij misschien toch wel ook het verst gekomen in zijn carrière. Ja. Maar vind je dat hij genoeg uit zijn carrière heeft gehaald, Maarten Stekelenburg? Oef, dat is altijd moeilijk om antwoord op te geven. Ik denk wel dat hij op het WK 2010 echt heeft laten zien wat hij in zich heeft. Ja, die redding toen tegen Brazilië kan ik me ook nog goed herinneren, die uit de bovenhoek wegtikte. Tegen Brazilië, tegen Uruguay. Ja. Forlan, die natuurlijk een gruwelijk schot heeft. Met die zwabberbal, weet je. Dus, op het WK is hij op bepaalde momenten zeker onze redder geweest. Ja, goed. Maarten Stekelenburg dus op goal. Gaan we naar de linksback positie. Dus eigenlijk gelijk ook jouw positie. Maar je mag jezelf niet opstellen. Maar voordat we daar komen, even benieuwd, hoe gaat het met jou? Want je zit nu in Amerika natuurlijk. Ja. Ja, nou goed. Ik denk dat we allemaal nu een gekke periode meemaken in ons leven. Met de virus die de hele wereld zeg maar op lockdown heeft. En het is hier niet anders. Hoe is dat nou voor jou in Amerika? Word je daar herkend? Of is het een gekkenhuis? Is het nu wel even lekker dat je zo'n mondkapje opkwam? Dat je misschien wat onherkenbaarder bent? Nee, ik word hier nauwelijks tot niet herkend. Dat is super relaxed. Ja. Dus dat mondkapje, dat maakt eigenlijk ook niet zoveel uit. Nee. Maar goed, in de competitie. Heel af en toe, als je onder voetballers bent, dan word je ook herkend. Precies. Goed. En jij dus als linksback. Ik ben wel benieuwd, wie staat er in jouw elftal op de linksbackpositie? Ik heb samengespeeld met David Alaba. Ja. Die natuurlijk als linksback is begonnen in de jeugd. Maar die een geweldige ontwikkeling heeft gemaakt. Op de linksbackpositie, op de linkshalfpositie en zelf als centrale verdediger. Mm-hmm. En dan Philip Lahm, die ook op die positie heeft gespeeld. En dan kom ik toch ook weer uit bij het Nederlands elftal van Bronckhorst. Ja, ja. Maar je kan, weet je wat je ook mag doen? Kijk, jij bent nu trainer van je eigen elftal. Dus je kan ook zeggen van je twijfelt heel erg tussen van Bronckhorst, Laam en Alaba. Je kan ook gewoon zometeen zeggen, ik zet Laam lekker in het centrum. Ja, wat maakt jou het uit? Ja. Nee, dat gaan we niet doen. Dat zou geen goede keuze zijn als coach. Nee, ik ga voor Van Bronckhorst op linksback. Oké, Van Bronckhorst op linksback. Gaan we door naar dat centrum. Wie staat er bij jou links in het centrum? Ik zet in ieder geval rechts, centraal, zet ik Stefan de Vrij. Ja. En dan links centraal ga ik voor Douglas Texera. Oké. Waarom? Weet je, je bent op elkaar afgespeeld. Je hebt elkaar nodig. En hij is een speler die qua karakter heel veel vertrouwen heeft, heel veel vertrouwen uitstraalt. Hij is snel, hij is voor zijn lengte, is hij wendbaar, weet juist de momenten van, weet je, daar was hij in die groei om uit te stappen, om de linksback rugdekking te geven, om de linkshalf rugdekking te geven en de rechtscentrale rugdekking te geven. Dus kopsterren. Mm-hmm. En ook voetballend, voor zijn lengte, weet je, aardig dat hij voetballen mee kan. Mm-hmm. Ja, en hij is een killer. Ja. Hij is een killer. Mooi, en ik hoorde je net natuurlijk al zeggen, rechts in centrum staat Stefan de Vrij. Waarom kies je daarvoor?
Omdat ik Stefan natuurlijk van dichtbij heb meegemaakt in mijn laatste periode. En man, die groei die hij daar gemaakt heeft, voor mij is op een ander niveau. Die man is zo professioneel. Komt 's ochtends vroeg binnen. Gaat zijn warming up doen voor de warming up. Zijn trainingen. Hij was altijd als eerste in de gym. Van de trainer, altijd geconcentreerd. Was altijd gefocust. Na de training komt en dan gaat hij als eerste ook weer de gym in om zijn cooling down te doen. Goed, mooie centrum staat er. Wie staat er op rechtsback? Het is wel zo, we hebben Roy Makaay hebben ook gesproken voor deze rubriek. En die heeft inderdaad ook Philip Lahm, heeft hij gewoon maar op rechtsback gezet. Want die vond wel dat hij in zijn elftal thuis hoorde. Ja, ik ga ook voor Philip Lahm in dit geval. Omdat het was gewoon heel moeilijk om tegen Philip Lahm te spelen. Ja, je komt hem één keer voorbij. En dan kom je nog een tweede keer en een derde keer voorbij. Die blijft maar terugkomen. Ja. Snap je? Dus daarin ook mentaal gezien supersterk. Dus ja, Philip Lahm. Duidelijk, helder. Wat een verdediging staat er al. Laten we toch gewoon gelijk doorgaan naar het middenveld. Wie is de linker middenvelder in jouw beste elf? Orlando Engelaar. Ja. Linkspoot. Naar mijn mening niet het maximale uit zijn carrière gehaald. Want het talent wat hij heeft is zijn lengte ook voetballend gezien. Wauw. Mm-hmm. En ik denk dat hij het op EK daar wel heeft laten zien. Ik ga met Orlando Engelaar. Yes, Orlando Engelaar op links. Ik ben gelijk ook benieuwd wie er dan op rechts staat. Ik wil dan een super voetballend links half. En dan wil ik iemand die sterk is in verdedigen. Ja. Zeg maar. Nou, dan kom ik. Ik ga voor Mark van Bommel. Van Bommel op rechts. Ik ga voor Van Bommel op rechts. Omdat hij voetballend kwaliteiten heeft. Loopvermogen heeft, verdedigend zijn mannetje staat. Maar dit is heel positief bedoeld. Ja. Hè? Dus Van Bommel is een klootzak van het elftal die je nodig hebt. Ja. Maar hij wordt ook vaak gezien als de klootzak als trainer nu natuurlijk. Hè? Veel mensen die mogen hem niet om zijn uitspraken en zo. Maar jij bedoelt eigenlijk, hij was de klootzak die je nodig hebt in een elftal vroeger. Ja, snap je? Van Bommel is heel slim. Mm-hmm. Heel slim in het uitlokken van vrijtrappen. En sommigen kunnen het als negatief beschouwen. Ik in mijn team, snap je? Heb hem dan liever in mijn team dan dat ik tegen hem speel. Waar ik even benieuwd naar was, ik zag van de week inderdaad ook een artikel voorbij komen van jou. Jij ging naar Bayern, maar je stond eigenlijk op het punt om naar Amsterdam te verkassen. En toen belde Van Gaal jou op met de vraag, eigenlijk met de eis. Jij boekt vanavond nog een vliegticket en je komt hier naartoe. Dat is echt zo gegaan. Wij waren in onderhandeling met Ajax in de tijd. Martin Jol was toen trainer. Ja. Die mij heel graag naar Ajax wilde halen. En eigenlijk op een paar details, wat toen, op een paar puntjes dat verkeerd in het contract stond. Moest het contract terug en dat moest verbeterd worden. Mm-hmm. Alvorens wij daar mondeling akkoord mee gingen. Ja, in die periode kwam Bayern dus en werd ik gebeld dus door Van Gaal. Ja. Huis de Duin, ik kan het nog heel goed voorhalen. Zat ik in mijn hotelkamer en de telefoon gaat over en het is Van Gaal. En nou Edson, jij stapt, morgen stap je het vliegtuig in. En dan kom je naar Bayern en dan gaan we alles in orde maken dat jij volgend seizoen bij Bayern speelt. Ja. Dus ja, als trainer als Van Gaal jou daar op zo'n manier naar de club wilt halen. Dan durf je geen nee te zeggen. Goed, Mark van Bommel staat dus op rechts op het middenveld. Wie maakt het middenveld af? Wie staat er op 10? Ja, dan komt er in mijn ogen één persoon die op nummer 10 komt te staan en dat is Wesley Sneijder. Ja. Voor verdedigers wil je zo'n speler hebben. Snap je? En helemaal een speler die ook zo slim is om tussen de linies te lopen. Ja. En als jij daar, hè, dat vind ik leuk aan het spelletje, om de risicopasen, zeg maar, natuurlijk zo min mogelijk, maar als je die hebt, snap je? Met een speler, dat je hem in een positie kan brengen, dat hij kan omdraaien en dan met zijn creativiteit.
en kan beslissen. Ja. Dat is goud waard voor een speler zoals ik. Ja. En daarom dat hij onbetwist op nummer 10 komt te staan. Nice. We gaan naar de laatste linie, de voorhoede. Wie staat er op links buiten? Dan kom ik toch op de connectie met twee spelers met wie ik blindelings kon vinden. Mm-hmm. Dat is natuurlijk in mijn Twente-periode met Elia geweest. Mm-hmm. Waarbij we op de linkerkant veel teams, als ik het zo mag zeggen, letterlijk kapot hebben gespeeld. Samen. Er was zo'n samenwerking tussen aanval, overnemen, verdedigen. Elia was ook niet vies om zeg maar, mijn plekje over te nemen. We waren zodanig goed ingespeeld. En dan ook, ja, die andere speler is Ribéry. Ja, tuurlijk. Ribéry, waarmee ik in mijn, de wedstrijden die ik gespeeld heb, die ik samen met hem gespeeld heb, hetzelfde connectie, zeg maar, wat ik met Elia dus had, ja. Daarin had. En dan moet ik zeggen van ja. Kijk. Met alle respect, ik mag natuurlijk niet sleutelen aan jouw opstelling, maar kijk, ik snap je woorden over Algerio Elia natuurlijk, maar als we die naast Frank Ribéry gaan leggen, dan hebben we, ja, daar hoeven we niet heel lang over te praten, neem ik aan. Of ligt dat aan mij? Ja, nou goed, het is ook echt de band natuurlijk ook wat je creëert met spelers. Mm-hmm. En met Elia heb ik gewoon een super goed band gehad, binnen en buiten het veld. Maar goed, kwaliteit gezien en wat er gepresteerd is, ja, dan schiet Ribéry daar bovenuit. Ja. Dus dan ga ik voor Ribéry. Ribéry op linksbuiten. Je had het al eventjes over die rechtsbuiten. Ja. Arjen Robben? Ja, hè? Arjen Robben. Ja, natuurlijk. Die zit bijna in al onze beste elf. Dat is niet normaal. Om zo'n speler in je elftal te hebben, is ik kan me alleen voorstellen, ik heb niet met Messi heeft gespeeld, ik heb niet meer Ronaldo gespeeld. Maar als je zulke spelers in je elftal hebt, weten dan dat ze een wedstrijd, elk moment van de wedstrijd, een wedstrijd kunnen beslissen. Mm-hmm. Ik kan me ook herinneren, hij kwam toen van Real Madrid. Mm-hmm. En dat was nog zeg maar een beetje aan het einde van de transferperiode, waarin we al een aantal wedstrijden gespeeld hadden. Mm-hmm. Weet je? En het was zoekende. Weet je? Van ja, hoe komen we, hoe scoren we? Ja. Wedstrijden. En hoe winnen we wedstrijden? Ja. Toen Arjen kwam. Toen was dat duidelijk. Was dat geen probleem. Weet je? Hij creëert kansen. Hij creëert kansen in de zin van cellen. Ja. Of andere instellingen te brengen. Maar dat werd zoveel makkelijker toen Arjen in het elftal kwam. Ja. Hey, we hebben nog één positie te gaan, dat is de spits. Dus ik ben benieuwd. Uiteindelijk denk ik dat ik Van Persie kies. Ja. Omdat Van Persie dat neusje heeft. Uh-huh. Dat heeft hij ontwikkeld. En dat heeft hij ook laten zien bij Menu en bij Nederland zelf dan. Ja. Maar Van Persie is ook een speler die uit die positie kan komen. En ruimte voor andere spelers daarin kan maken. En voetballend daarin. Op het middenveld ook, omdat hij natuurlijk voetballend vermogen. Ja. En natuurlijk zijn gave linkerpoot. Daar ga ik voor Robin van Persie. Zeker, bij Man United natuurlijk. En daar heeft hij in een behoorlijk rijtje gestaan, want hebben daar wat spitsen rondgelopen. De laatste grote spits die daar natuurlijk op het fenomeen slaat, dan Ibrahimovic. Die ook nog even in Amerika heeft gevoetbald, waar jij nu actief bent. Tot slot, ik ben nog even namelijk benieuwd. Ik probeer een heel subtiel bruggetje te maken. Hoe is het nou om in Amerika te voetballen? Verschilt dat heel erg met de Nederlandse competitie? Ja goed, in Amerika hier merk je wel dat het verschil tussen de rest van de wereld, Amerika daarin, nog wel achterloopt. Mm-hmm. En het is vooral op het tactisch. Tactisch gezien, zeg maar, situaties, keuzes worden gemaakt, dat je denkt van, waarom heb je daar geen rugdekking gegeven? Ja, ja, ja. En weet je, dus zulke dingen is wat in de basis, zeg maar, is wat je meekrijgt. Maar ik ben nog steeds super gemotiveerd om tegen die jonge leeuwen te mogen spelen. En daarin soms af en toe nog te slim af te zijn. Ja.
of het nou lichamelijk is of tactisch gezien, ik daarin nog steeds een streepje voor op ze heb, op de meeste. En ik nog steeds heel erg veel van het spelletje hou. Nou, dat zijn fantastische woorden, denk ik, om mee af te sluiten. Hartstikke mooi. Dank je wel dat jij je beste elf wilde samenstellen. Het is een heel mooi elftal geworden. Ja. Ben je er zelf blij mee? Ik ben er heel erg trots op.